Deze ondiepse schoolkinderen gaan in kader van het project Het Uitzendbureau een aantal uren meehelpen bij Albert Heijn. Vertel eens wat over het project Het Uitzendbureau. Het Uitzendbureau heb ik een paar jaar geleden ontwikkeld met Rob Peters. En Rob Peters is brede schoolcoördinator. En het project hebben we toen ontwikkeld voor in Hooggraven. Zodat de kinderen eigenlijk kunnen kennismaken met de bedrijven in hun eigen wijk. En nu heeft Mekaar gezegd van Joris Soesma, Mekaar is wel zijn organisatie Volkwerk. Van laat het ook eens proberen hier in Ondiep. Dus hebben we de 5 scholen benaderd. De kinderen konden zich inschrijven voor het project om met verschillende bedrijven vandaag mee te doen. Nou, vandaag eentje hier, dat is de Albert Heijn. Een aantal zijn bij de dierenwinkel, andere die zijn weer bij een restaurant. En de kinderen die draaien dus echt mee en proeven van het werken, zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Maar zijn alle producten bijvoorbeeld even kwetsbaar? Nee, bijvoorbeeld eieren dan brood. Kinderen konden zich vrijwillig opgeven voor dit project. Ja, want het project dat is in de meivakantie, want ze hebben nu nog vakantie. Dus heel veel kinderen konden ook gewoon niet omdat ze lekker naar de camping gaan of iets anders leuks hebben. Maar heel veel kinderen hadden zoiets van, nou, ik vind het wel hartstikke leuk om vandaag vrijwillig een dagje mee te lopen. Waarom heb jij je besloten om aan dit project mee te doen? Omdat ik thuis toch niks te doen had. Omdat het me leuk leek. En wat vind je er zo leuk aan? Ik vind het wel leuk om te zien hoe het allemaal werkt. Echt heel erg leuk, want het is echt gewoon anders dan de andere activiteiten. Bij die andere activiteiten doe je gewoon iets normaals, bijvoorbeeld iets knutselen of zo. Alleen hier zie je echt hoe alles werkt. Ik vond het wel een keertje leuk om bij de Albert Heijn te werken. En eigenlijk had ik thuis helemaal niks te doen. Ja, dat klopt helemaal. En als je niet zeker weet dat er boven de 18 is, weet je dat ook? Heel goed. Waarom werken jullie mee aan dit project? Omdat we het gewoon leuk vinden om eigenlijk de jeugd te introduceren met onze winkel. In de hoop dat wij misschien later bij hun weer nieuwe medewerkers kunnen vinden. Dus daarbij denk ik dat het goed is als Albert Heijn om mee te werken aan dit soort maatschappelijke projectjes. Het doel vooral is dat kinderen echt kennis kunnen maken met het bedrijf in de wijk. Dus veel meer betrokkenheid bij de omgeving. Geldt ook andersom, voor de bedrijven naar de doelgroep toe, maar ook voor de doelgroep naar de bedrijven. Beroepenoriëntatie is een belangrijk doel en burgerschapsvorming. Deze kinderen zijn allemaal van groep 7-8, die gaan zo meteen naar de middelbare school toe en krijgen zo meteen te maken met hun eerste bijbaantje. We kunnen nu alvast een beetje proeven van, nou, wat vind ik leuk, wat past bij mij. Zou je later ook in een supermarkt willen werken? Ja, dat weet ik nog niet. Waarom speciaal in de supermarkt en niet in de dierenwinkel? Nou, omdat ik dit wel leuk vond. En ja, dierenwinkel is niet iets voor mij. Het is een pilot, dus we gaan kijken zo meteen hoe het allemaal gegaan is. En of het goed bevallen is bij de kinderen, wat de scholen ervan vinden. Hopelijk dat wij in de herfstvakantie weer een nieuwe opdracht krijgen bij Mekaar om het weer opnieuw op te zetten.